Wat is het stempel dat u zou willen drukken op de rechtsbeleving in Suriname? Ja, ik kan daar heel kort in zijn. Ik denk dat we in ons volkslied de woorden recht en waarheid maken vrij tot deel van ons credo hebben gemaakt. Het is niet zomaar, het zijn niet zomaar drie woorden. Het is een universele, morele benadering. Het is kan je zeggen, het is, en dat wist ik niet, ik heb dat gelezen, maar in de kamer van Obama, in de Oval Office, heeft hij een tapijt laten maken waar deze woorden op geprint zijn. Ja. Dus het is niet zomaar iets. En het stempel dat ik zou willen drukken, is dat we erover nadenken op welke manier we aan die drie inhoud geven in ons gedrag en wie we zijn. En dat betekent recht voor mij, betekent in deze context dat je in die samenleving moet proberen te bewerkstelligen dat rijk rijker mag worden onder twee voorwaarden. Eerste is dat het eerlijke rijk worden moet zijn. En ten tweede dat die extra rijkdom mede ten voordele moet strekken van de armen. Dus rijken, recht betekent dat in die samenleving mensen meer mogen krijgen, meer mogen hebben dan ze al hebben, als ze dat eerlijk verdienen. Maar wat ze verdienen moet mede strekken ten voordele van de minst bedeelden. Het is niet van mij, het is het beroemde proefschrift van Rawls van 1971. Waarheid, zei ik al, is gebonden aan een Franse filosoof en dat betekent voor mij edelmoedigheid. Waarheid betekent niet zeggen wat er gebeurd is. Het betekent dat je een edelmoedig mens bent. En dan ga je ook de waarheid niet verkrachten. Je bent edelmoedigheid. En het derde, vrijheid, betekent eigenlijk niet dat mensen vrij zijn, maar dat mensen vrij zijn en de gelegenheid krijgen om hun talenten en hun functies waar te maken. Het is niet voldoende dat een jongen vrij is. Hij moet ook de kans krijgen om wat hij als talenten heeft waar te maken. En dat ontbreekt in ons onderwijs totaal. Dus dat zijn die drie dingen die ik vind dat je een rechtvaardige samenleving hebt als rijk niet zomaar rijker wordt, maar als die rijker wordt dat dat ook strekt ten gunste van de minst bedeelden, van de armen. Dat is dat duurzame. Tweede is dat waarheid edelmoedigheid veronderstelt. Je liegt niet zomaar. En het derde is dat. En dat is wat ik denk dat in onze grondwet staat. En of het nou de ideale manier is, weet ik niet. Maar het zou een hele goede aanknoping zijn als we dit ook tot het motto van ons land zouden maken als de waarden die in ons land op geld doen. Ja, voor mezelf, ik ben een stuk simpeler dan u. Ik ben de eerste vrouwelijke deken en in die hoedanigheid wil ik het ook zo goed als mogelijk doen. Ik ben een brug naar het advocatentuchtcollege. Dus ik wil ook dat elke klager die komt ook het gevoel krijgt dat ze volledig gehoord zijn door mij. Dat ik mijn uiterste best gedaan heb om te bemiddelen, zowel voor de collega-advocaat als voor de klager. Dus dat is in het kader van mijn functie. Dat mijn leden zich ook allemaal gehoord voelen en dat ik de hele orde van advocaten zo goed als mogelijk vertegenwoordig. En dat ik iedereen gewoon aan iedereen, dat ik een klankbord ben in principe voor iedereen. En als persoonlijk probeer ik gewoon een goede advocaat te zijn. Als ik een zaak niet kan aannemen omdat ik daar de tijd niet voor heb, of soms omdat je daar geen zin in hebt, dan doe ik dat ook niet. Dan communiceer ik dat ook heel duidelijk. En de zaken die ik aanneem, daar ben ik voor de volle 100%, daar sta ik daarin. Ik zorg er ook voor dat mijn communicatie niks schort. En je probeert dan alles te doen wat een goede advocaat betaamt. Dat is mijn bijdrage aan de rechtsbeleving tot nu toe. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to
to inform, to inspire.